Hallo en welkom vlog 51 met vandaag heel veel politiek en ook nog militaire actie. Bam! Veenstra, Veenstra! Oké, dat heeft wat uitleg nodig misschien. Heel veel politieke actie. In mijn vorige vlog kon je al zien dat ik Emiel Roemer heb gesproken. En die kwam naar 3FM toe om te praten over zijn 5 essential tracks. De reeks die ik normaal gesproken met artiesten doorneem, de 5 belangrijkste liedjes uit hun leven, ga ik nu voorleggen aan politici. Want de Tweede Kamerverkiezingen komen eraan op 15 maart. Nou, Emiel Roemer kwam naar 3FM, maar de afgelopen week ben ik heel veel naar Den Haag gegaan om te spreken met Sybrand Buma van CDA, Mark Rutte van de VVD, Jesse Klaver van GroenLinks en Alexander Pechtold van D66. Ik ga, maar dat is nadat deze vlog is afgemaakt, ook nog praten met Lodewijk Asscher van de PvdA. En we wachten nog op een antwoord van Geert Wilders van de PVV, want alle grote partijleiders moeten er gewoon bij. Dat zie je dus sowieso, heel veel heen en weer reizen naar Den Haag. En dan heb ik het ook nog eventjes heel kort over deze. Coincheck. Alle lijsttrekkers die ik ga spreken voor de 5 essential politic tracks. Het gaat me juist niet om een politieke verhaal. Weet je, dat moet iedereen zelf opmaken. Wat ik wel hoop te bereiken met deze reeks is dat je deze lijsttrekkers eens een keer van een totaal andere kant gaat zien. Namelijk ook gewoon als mensen die van muziek houden. En misschien daardoor ook, als ik ook maar één iemand daardoor kan triggeren om toch eens wat verder te kijken. Maar wat hebben die mensen verder te zeggen? En ongetwijfeld zullen een paar van hen ook wel in een muzikale keuze iets van een standpunt laten doorklinken. En daardoor ook maar één iemand extra naar de stembus kan laten gaan die het anders niet had gedaan. Dus de missie al geslaagd. Dat, en het is altijd leuk om achter iemands, nou, letterlijk politieke agenda te gaan kijken en te vragen. Hey, maar wat vinden we eigenlijk gewoon als mensen leuk om naar te luisteren? Praten over muziek is altijd leuk. Ook in Den Haag. Ook leuk. Plein. Ik ben, ik zit heel hard na te denken of ik hier nog ben geweest sinds 2007. Toen stond hier het glazen huis. De deur gaat. Ja hoor! Dames en jongens en meisjes, zijn de koninklijke hoogheid, prins Willem-Alexander. Gezellig hier binnen, ik dacht dat hier maar hier zouden zijn. Ja, we hebben wat vrienden uitgenodigd. We hebben een paar mensen uitgenodigd. Ik zie het inderdaad. Ja, het wordt gezellig hier in het glazen huis deze komende dagen. We hebben gewoon een week hier gelogeerd. Niks van de stad gezien. Wel een leuke week gehad. Als ik even tot mezelf kan komen, of op mijn kamer, thuis heb ik het dan met name over inspiratie opdoen, omdat ik op een speech schrijf in ieder geval zelf, dan zet ik vaak muziek op. Zijn we weer Den Haag, dag 2. Buma was een leuk gesprek. En voor gesprek nummer 2, ja, het is vandaag woensdag 15 februari. Het is 15 graden in het zuiden van Nederland. Dat is Den Haag. Nou, het is niet echt het zuiden, maar het is ook niet het noorden. Dus we dachten, we gaan lekker buiten staan. Daar, zometeen, met Mark Rutte, voor een vijvertje. Over muziek. Nou, is toch mooi? Lekker man. Oké. Okay. Oh, dat is heel veel, heel veel mooie paden. Mijn ouders hadden heel weinig illusie wat hun opvoeding toevoegt aan het begin. Dat was wel heel fijn. Oké, dus dat is een hele doos vol hartjes op de kamer van Jesse Klaver. En dat vind ik. Nou, ik kom uit Brabant. Dat is verder logisch. Dus ik ben in Brabant geboren en getogen. En ik woon nu al een hele tijd in de Randstad voor mijn werk. Maar ik mis Brabant gewoon soms. En dat, als ik die plaat luister, dat voelt gewoon. Dat is gewoon. Dat is zo treffend omschreven wat thuis is voor je. Vandaar Brabant. Hallo Den Haag, daar zijn we weer. Dit is dag 3 in Den Haag, toch? Vandaag gaan wij Alexander Pechtold ondervragen over zijn favoriete muziek. Maar eerst gaan wij, net zoals voorgaande dagen, een parkeerplaats zoeken in Den Haag. Nu al lachen. Zo. Ik ben bijna niet te vragen, maar hoe is het? Ik heb het durven vragen. Jij hebt het durven vragen? En je krijgt een antwoord. Nee, nou, heel duidelijk. Dit is echt heel erg vet. Het gesprek met Pechtold is net afgelopen. En we krijgen de vraag of we misschien een rondleiding willen door het gebouw van de Tweede Kamer. Nou,
dacht het wel. En deze kamer, jongen, waar we nu in zijn, ja, het doet nog het meest denken aan een Harry Potter-achtige omgeving. Dit is de kamer met daarin alle verslagen van alle vergaderingen van de Tweede Kamer ooit. Zittingen uit, nou, waar is dit? 18 zoveel. Allemaal met de hand bijgehouden. Ja, kijk, tegenwoordig gaat het allemaal digitaal, maar kijk dit nou, scholen en bestuur. Het is echt zo, zo ontzettend vet om dit te zien. Dit is gewoon vaderlandse geschiedenis, echt kast voor kast voor kast. En wat ook wel heel mooi is, hier iets verderop, even kijken ook, joh, hoe hoog. En dan het plafond daarboven, nou, het is echt achterlijk vet dit. Maar hier heb je dus ook een plank en dat is deze. Hier gaan de boeken van 1939, dat is natuurlijk een jaar voor de Tweede Wereldoorlog. En de plank eronder is leeg. Toen werd er niet geregeerd in Nederland, Wilhelmina zat in Engeland. En hij gaat daaronder weer verder met 1946. En die plank zal altijd leeg blijven als herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Zo vet. Coincheck. Dit is een officiersmunt, als ik het goed zeg. Deze munt, die is genummerd. Ik heb nummer 533. En die heb ik gekregen in februari 2004. In 2004 werkte ik voor Radio Veronica. Om precies te zijn, deed ik toen samen met Adam Curry en ook Alexander Stevens en Arend Langeberg de ochtendshow Curry and the Crew. En tijdens dat programma zagen we op een gegeven moment de beelden van toenmalig premier Jan-Peter Balkenende, die een surprise bezoek bracht aan de troepen in Irak. Want daar zaten we toen, want oorlog. En dat zag er een beetje lullig uit. Het was het dan maar net niet. En Adam begon toen over, weet je, je zou daar gewoon echt entertainment naartoe moeten brengen. Net zoals Bob Hope deed met de Amerikaanse troepen jaren geleden. En muziek en dansers en danseressen. Ja, goed idee. En de show is afgelopen en toen stond daar de directie van Radio Veronica. Dat was een goed idee, dat gaan we doen. Oké. Vervolgens is er een heel traject gestart, over Den Haag gesproken. Gepraat onder andere met het ministerie van Defensie. Vooral Adam Curry heeft er een ontzettend grote rol in gespeeld. En al snel was het rond, we zouden naar Irak. Niet met entertainment, dat was niet de bedoeling, maar wel om aan de Nederlanders te laten horen. Wat doet Nederland daar nou eigenlijk, daar in dat verre Irak? Dat hebben we gedaan. Vanaf 16 februari 2004 hebben we een week lang uitgezonden vanuit Camp Smiri in Asamawa, Irak. Ik hoef je niet te vertellen dat dat een heel bijzonder avontuur is. Een avontuur om elke ochtend radio te maken vanuit een tent in de woestijn tussen de militairen. Ik heb er een paar dingen aan overgehouden. Onder andere, waar staat die? Hij staat hier. Misschien heb je wel eens zien staan als achtergrond in mijn vlogs. Deze pot met grind. Dat zit als volgt. Toen wij eenmaal weer weg waren uit Irak, waren we nog wel te horen daar. We hebben daar toen namelijk onze satelliet achtergelaten, zodat de militairen konden blijven luisteren naar de radio. En elke ochtend deed ik in mijn eigen programma, Veenstra uit de Veren, dat tussen 4 en 6 ochtends in Nederland werd uitgezonden, maar tussen 6 en 8, ja, in Irak, deed ik ook het weerbericht voor Camp Smiri. Want, hey, dat waren toch de luisteraars. En toen riep ik op een gegeven moment ook, volgens mij een jaar nadat we daar waren, wow, ik mis die plek wel. Want ik wist nog vooral hoe bijzonder het geluid was als ik dan wakker was geworden. En ik had me in een heel rare primitieve douche wakker gedoucht. En ik liep in mijn lege boots over een grindpad naar de uitzendtent. En dat geluid in een verder nog uitgestorven kamp zou ik nooit vergeten. En niet lang daarna kreeg ik post uit Irak van de luisteraars daar met een pot. Zo, ik heb lang niet op gehad, zeg. Grind van het pad. In Camp Smiti. Nou, dat heb ik er aan overgehouden. En dus ook deze munt. Deze munt wordt normaal gesproken alleen maar gegeven aan afzwaaiende officiers, volgens mij. Maar er werd dus bij wijze van hoge uitzondering aan alle crewleden van Operation Iraqi Sunrise, zoals die reeks uitzendingen heette, gegeven. En die munt die heb ik sindsdien dag in dag uit op zak. Het is een soort van verhaal, want er is ons namelijk verteld dat als je zo'n munt hebt en je hebt hem bij je en je komt iemand tegen waarvan je weet dat die munt ook heeft en je zegt coincheck en die ander heeft niet die munt bij zich, betaalt de ander een rondje. Dus hey, you can never be too safe. Ik heb hem altijd bij me, maar het is ook een soort van geluksmunt geworden of zo. Nu 13 jaar later, deze week exact 13 jaar na Operation Iraqi Sunrise, heb ik deze nog altijd dag in dag uit op zak. En ik heb er ook aan overgehouden, en dat kun je zien door op het linkje te klikken dat nu in beeld komt, een prachtige documentaire die destijds is uitgezonden op Veronica TV over onze week in Irak.
Nou, tot zover. De volgende is nog een paar, in ieder geval nog één lijsttrekker, Lodewijk Asscher. En hopelijk gaat ook Geert Wilders nog zeggen, oké, dat gaan we doen. En dan vervolgens zie je de 5 essential politieke tracks van alle deelnemers in de week voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen op het kanaal van 5 essential tracks. Vergeet je niet te abonneren. En je hoort ze natuurlijk ook op 3FM. Tot zover vlog 51. Vond je dit een leuke video? Dan zou ik het leuk vinden als je hem beloont met een blauw duimpje. En vergeet je niet te abonneren. Elke maandag om 5 uur een nieuwe video op dit kanaal.